Betalingsregeling stroomtarieven is een vereiste. Consument dubbel gepakt. Toestand sleepwelling Digipan is hartverscheurend. Ministerie van OCW niet slagvaardig in Natin Dependance. En COVID-19 eist 3 doden. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV Suriname van 6 september 2021. De verhoging van de energietarieven vallen niet in goede aarde. De verhoging van de stroomrekening zijn respectievelijk van 2 tot 3 keer zo hoog en dat zorgt voor financiële problemen. Niet alleen bij de consument, maar ook bij het bedrijfsleven. De zaak wordt ook door de Nationale Assemblée besproken. De consumentenkring, bij monden van Albert Alijne, adviseert om met de energiebedrijven Suriname, het EBS, betalingsregelingen te treffen. Volgens hem is het laatste woord in deze kwestie nog niet gezegd. Hij verwijst naar de mededeling van de assembleevoorzitter B. dat het parlement na het huidige reces zich over deze kwestie gaat buigen. Natuurlijke hulpbronnenminister David Abiyamofo wordt gevraagd het parlement nader tekst en uitleg te geven over de huidige hoge tarieven van het EBS. B. zei op de laatste openbare vergadering jongstleden vrijdag dat ook hij veel klachten heeft gekregen over de verhoogde stroomrekeningen. Al eerder heeft de consumentenkring aangegeven voorstander te zijn van een geleidelijke aanpassing van het tariefstelsel. Het gros van de gemiddelde huishoudens kan de forse verhoging van de stroomrekening niet ineens betalen. Daarom adviseert hij de verbruikers om een betalingsregeling te treffen met EBS. De verhoging van stroomtarieven treffen het bedrijfsleven en de productiesector ook heel hard. Ze zullen genoodzaakt zijn de verhoogde kosten in de prijzen door te berekenen en daardoor wordt de consument dus dubbel hard getroffen, vindt Alijne. Stefan Matselij heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan Digipan. Samen met ondernemer Esira en tour operator Akrem. Het assembleelid beschrijft de situatie als hartverscheurend en moet urgent aangepakt worden. De helling is feitelijk de toegang vanuit de Nikeri-rivier naar het Jamer-kanaal. Dat leidt naar de grootste Surinaamse lagune, Digipan bijzonder beheersgebied. Al jaren zijn er problemen met de sleephelling. Zowel vanuit het commissariaat van Nikeri als mede de leiding van het ministerie van Openbare Werken zal de sleephelling aangepakt worden. Hoe staat het met het Natin Dependance? Buurtonderzoek heeft aangetoond dat honderden studenten uit Kommerwijnen het Natin zouden bezoeken. En er zijn voldoende bevoegde leerkrachten lokaal woonachtig. Uit het bedrijfsleven zijn al toezeggingen gedaan om ten aanzien van de inrichting van een Natin Dependance, dat is een natuurtechnisch instituut, in het militair project in Kommerwijnen. De zaak stagneert vanwege het gebrek aan respons vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een aantal staatsbedrijven is bereid zaken zoals computers, meubilair en praktijkbenodigdheden te doneren. Desondanks blijft de reactie van het ministerie uit. Zelfs het papierwerk en de onderhandelingen met hulpverlenende stichtingen wordt uitgesteld. Er is expliciet door enkele assembleeleden gevraagd om interventie van het kabinet van de president om het proces te bespoedigen vanwege de dringende vraag naar gekwalificeerde technici. Dit ook naar aanleiding van de recente olievondsten en het voornemen om de haven in Kommerwijnen aan te leggen. Helaas werkt het onderwijsministerie schijnbaar niet adequaat mee. Het is nog niet te laat om alsnog de opstart dit schooljaar te realiseren, mits het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur actief medewerking verleent. Tot slot een COVID-update. En dat ziet er nog steeds niet goed uit. Het aantal besmettingen en sterfgevallen loopt dagelijks op. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat er 320 mensen positief zijn getest. Er zijn 3 mensen overleden en er liggen 89 mensen in het ziekenhuis, waarvan 15 personen op de intensive care. Sinds de uitbraak zijn er nu 739 mensen overleden. Advies: houdt u aan de maatregelen. Tot zover het RegioNieuws TV Suriname in samenwerking met Dagblad Suriname. Meer uitgebreide informatie leest u na op www.dbsuriname.com. Dank voor uw aandacht en blijf gezond.